Goedendag, ik ben Bart Pervors. Ik werk bij Kraakman als accountmanager tuin, park en golf. En vandaag gaan we het hebben over John Deere 9009A Rufmaaier. Ik wil graag beginnen met het maaidek. Dit is uit één stuk metaal gestanst. En dat heeft als voordeel dat we een goede airflow hebben, wordt goed afgezogen. En we hebben voor de rest geen randen waar het gras in kan blijven hangen. Aan de achterzijde van een maaidek zien jullie een druppelvormige uitlaat met als voordeel dat het gras goed over de complete achterkant wordt verdeeld en niet dat het in het begin al het gras ligt en aan de zijkanten niks. Verder is het eenvoudig om de maaidek in hoogte te stellen. Dat ziet u hier aan de bovenkant. Dat kan eenvoudig door deze hendels los te halen. U zet hem op de gewenste hoogte en u zet hem weer vast. Wat je hier ziet is dat het frame loopt helemaal over het dek en het grote voordeel is dat je hier dicht langs obstakels kunt rijden en mocht je iets raken hier aan de voorkant, dan gaat de energie van de botsing die gaat naar het frame en die komt niet op het dek. Al onze nieuwste golfbaanmachines zijn voorzien van e-hydro en dat houdt in dat door op deze pedalen te drukken de machine voor en achteruit gaat. Dit gaat door middel van een elektrische puls naar de rijmotor. Al deze golfbaanmachines zijn uitgevoerd met TechControl. Dat houdt in dat hier een computer zit in de commandarm waarin je in kunt stellen wat de turnspeed is, de maximale maaisnelheid en de maximale transportsnelheid. Bij deze machines zit een radiator achter de stoel en om die schoon te maken is het de bedoeling dat je even de stoel naar voren zet, de motorkap open en dan kun je heel eenvoudig hier het rooster weghalen en dan de radiator even schoonmaken. De radiator zit bij deze John Deere machines achter de bestuurder en dat is uniek. Waar anderen dat hebben aan de achterkant van de machine heeft John Deere dat hier en het grote voordeel daarvan is dat hij minder stof aanzuigt. Deze John Deere 9009 is uitgevoerd met de schoonste Stage 5 motor. Verder is het heel eenvoudig om de filters te controleren. Hier zit een indicator op, die geeft zelf aan wanneer het luchtfilter vuil is. En is de bedoeling dat u hem alleen even schoonklopt, weer terug doet en dan kunt u gewoon weer maaien. John Deere is uniek in haar ophanging van de maaiunits. Dat kunt u hier goed zien. Aan de achterzijde van de maaiunit zit de bevestiging. En dat heeft als voordeel dat de druk is op de achterrol, op de voorrol en naar voren, waardoor we extra snel kunnen maaien. Dit was de productfilm van onze John Deere 9009 Rufmaaier. Mocht u nou meer informatie willen, kom dan naar een van onze vestigingen of kijk op www.kraakman.com.